gemeente Arnhem is een bruisende stad met 160.000 inwoners. En een kleine 1000 medewerkers binnen de gemeente. Waarvan wij als afdeling burgerzaken een van de afdelingen zijn. Ik ben Ingrid van Pinksteren en ik werk bij de gemeente als hoofd van de afdeling burgerzaken. Toen ik op deze afdeling kwam werken, toen zag ik dat wij best een brede range van diensten verlenen. En dat op een van die diensten, namelijk de melding voorgenomen huwelijk, wat ze vroeger ook wel ondertrouw noemden, dat daar eigenlijk vrij veel ruis omheen ontstaan was. Maar we kregen daar ook best een aantal klachten op van de inwoners. En al met al was niet de indruk dat we heel erg in controle waren van het proces. We hebben van jullie een organisatiescan gekregen waarmee jullie een beeld hebben gebracht van goh, wat gebeurt er nou in het proces. Ik vond het opvallend hoe jullie heel snel je weg wisten te vinden in de organisatie. Hoe jullie de medewerkers snel meekregen en zonder ze te belasten wel heel snel alle informatie hebben kunnen achterhalen die nodig was om de vinger op de zere plek te leggen. De medewerkers hebben het onderzoek als heel erg prettig ervaren en wat ik vooral heel opvallend vond is dat zij zo meegenomen zijn in het hele proces. Dat zij met de presentatie van de bevindingen ook echt het gevoel hadden dat dat hun resultaten waren. Dus het heeft mij een handvat gegeven om met de organisatie in gesprek te zijn. Dat we in het algemeen wel heel erg streven naar digitalisering, maar dat soms digitalisering helemaal niet het antwoord is op het probleem. Dus in dit geval is het, stellen burgers het veel meer op prijs als ze gewoon een persoonlijk gesprek kunnen voeren met een ambtenaar. De inwoner merkt in die zin er iets van dat het proces wel een heel stuk soepeler is gaan lopen. En wij zien vooral dat in het oude proces mensen vaak nog opnieuw gingen bellen of wij die digitale aanvraag wel goed ontvangen hadden. Terwijl nu is het aantal telefoontjes op dit onderwerp echt beduidend afgenomen. Als ik P5COM ergens mee moet associëren, dan is het met de woorden positief, kritisch, zakelijk en dienstbaar. En dienstbaar vooral in de zin van dat ik steeds ervaren heb in het hele proces, dat jullie er stonden voor onze organisatie, voor onze medewerkers en voor onze inwoners. Ik heb de samenwerking echt als zeer prettig ervaren en ik zou ook echt niet schromen om jullie weer in te schakelen als het nodig was.